Op dit moment hebben we nog steeds de werknaam Ouderenplein, waar we mee dit nieuwe initiatief binnen het ziekenhuis een naam geven. En wat we hiermee doen is een poging te ondernemen, en dan wel gericht op de oudere mensen, om eens terug te gaan naar die holistische kijk op die mensen. Dus dames en heren, kom je toch nog eens in de kerk, hè? Ja. Dat is nog wel druk. Dat idee heeft in zichzelf bij de starters nu al vanzelfsprekendheid. In de zin van, dat had er 25 jaar geleden toch al moeten wezen. Daar praat je niet meer over. We hebben hier ook een fietslabyrint staan, waar mensen eigenlijk al fietsende door de Almeloze wijken kunnen fietsen. Wat een mooie omgeving laat zien en wat mensen eigenlijk ook wat minder laat nadenken over de wereld. Terwijl ze fietsen, zien ze dus het beeld van de straat. Ja, fietsen ze eigenlijk door de straten. Van Almelo. Ja, dit is de ruimte waar mensen gezien worden in groep, maar ook wel in individueel. Het is wel heel erg op de doelgroep ingesteld. Misschien ook wel leuk om even... Er wordt ook altijd iets met thema gedaan, dus het herfst, winter gevoel, maar ook nu de zint. Zijn patiënten worden eigenlijk op alle momenten en alle fronten geactiveerd. We hebben daarin een heel uitgebreid therapieprogramma, dagprogramma, waarin mensen steeds op alle manieren, dan wel even uit bed, dan wel op qua geheugen geactiveerd worden. Tweede stadsgesprek inmiddels. In het voorjaar hebben we er ook één gehouden. Een aantal van u was daar zeker bij, maar misschien sommige mensen ook niet. Dus mij is gevraagd om heel even een korte impressie te geven van de eerste bijeenkomst. Zodat u straks ook allemaal kunt controleren of de dingen waar we vorige keer vooral de nadruk op hebben gelegd, ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd door de plannenmakers die u straks al die mooie plannen gaan presenteren. Nou, dit is de plattegrond van het nieuwe plein. En een beetje om, voor u om te oriënteren. Hier is Café Niels. Dat ben ik bij de meesten van u wel bekend. Dit is het havenblok waar nu Albert Heijn in zit. En we gaan het water verder doortrekken de stad in. Dus het water gaat vanaf Vijver Creta om het gebouw heen en eindigt hier in een havenkom. Hier komt de nieuwbouw te staan aan het nieuwe plein. Ik ben ook bij het eerste stadsgesprek geweest in februari. En ik heb gemerkt dat een aantal ideeën die we toen naar voren hebben gebracht verwezenlijk zijn in de plannen. Daar waar het mogelijk is, kun je duidelijk terugzien van dat hebben wij toen naar voren gebracht. En dat zit er nu in. En los daarvan ben ik bijzonder blij dat er nu in Almelo ontzettend veel gebeurt. Dat de binnenstad echt verfraaid wordt. En ik woon zelf in de binnenstad, dus ik maak het dagelijks mee. Dus iedereen heeft zijn taak hier in deze groep die aan het bouwen is. Ik ben dus head sculptor en de andere is dan weer van de techniek. En de andere is weer van het bouwen en de technische kant ervan.
Er worden 7 panelen gemaakt en per paneel is het 3 bij 2 meter. En dat is een hele oppervlakte. Ja. En hoeveel ledjes gaan erin? Er gaan zoiets van 15.000 ledstripjes in. Dus niet alleen het ledje op zich, maar ook een strip. En daar gaan er 15.000 van in. En die moeten allemaal op een bepaalde manier aan elkaar gesoldeerd worden. Dus het is een heidens kawaii geweest. Nou, het idee van dat handje, dat kushandje scheept, dat is van jou. En dat heb je ook in koper gemaakt. Ja. Maar denk je dat het ook op het grachtenwater werkt? Het handje sowieso doet het. We hebben hem al getest. En water is water, hè. Of het nou uit Almelo komt of uit Amsterdam. Hij gaat wel lopen, denk ik. My name is Edo de Wolf. I'm studying creative technology as a bachelor. And I also work here as project coordinator at Design Lab. So you're from Indonesia? Yes, my mom is from Indonesia and my dad is from Dutch. So I do have some Dutch roots and that's why I'm spending my university time in Netherlands. Does that help you in the cooperation with Randy Pellingen? Yeah, definitely. Randy and I share the same roots, so that's quite nice. But overall, we're both really passionate about the project, the team as well. So it's really exciting to work with him, yeah. Dat klopt, ik ben hoogleraar Human Media Interaction. Ik hou me vooral bezig met sociale robotica. En voor het Amsterdam Light Festival was ik gevraagd om naast de kunstenaar Randy van Lingen meer de techniek en de robotica in het idee te brengen. En hoe is de samenwerking met Randy van Lingen en met de andere jongens? Nou, dat gaat super. We hebben dus een kernteam van 8 studenten die echt dit idee helemaal hebben ontwikkeld en ontworpen. En ze zijn er dag en nacht eigenlijk mee bezig om het uit te voeren. En Randy komt heel vaak langs. We hebben stukjes een beetje opgedeeld. Maar de studenten die hebben dat opgepikt, hun ideeën erin gebracht en dat verder ontwikkeld. Ik hoop dat mensen het mooi vinden. Ik denk wel dat het mooi wordt, want er is zoveel energie en creativiteit in gestopt. Ja, het wordt gewoon een prachtding. Nederlands kampioen. Nederlandse kampioen. Wat doet dat met je? Oh, dat doet het heel veel. Echt, dat is eigenlijk, hard werken wordt beloond. En hard trainen is ook beloond door eerste plaats. Dus eigenlijk heb ik ook een ticketje meegekregen voor EU. Dus dan mag ik een wedstrijd mee gaan draaien in Europese kampioenschap. Klopt, einde in 2017 in oktober. En kan je al aangeven waar jij denkt dat die gehouden worden? Ik denk in Madrid. Arnold Classic heet het gewoon. Hoe komt een vrouw van jouw leeftijd ertoe om aan bodybuilding te doen? Van mijn jonge leeftijd wou ik altijd aan de wedstrijd gaan draaien. Nou, dat spreekt me heel veel. Dat fysiek, het lichaam. Ja, training, sport. Ik kan van graag sporten. Sporten is eigenlijk voor mij heel wat. Ontspannen, alles. Ja, vroeger was een kennis van mij, zeg maar, van het mannelijke geslacht. Die heeft wedstrijd gedraaid. Nou, hij zag er zo mooi uit. Ik dacht van, nou, ooit wil ik een wedstrijd gaan draaien. Maar uiteindelijk is het in 2016 gelukt. Dus ik heb 3 wedstrijden gedraaid. Waarvan, dan begin je meestal met de laagste klasse, C-klasse. Dus als je in C-klasse eerste wordt, dan mag je gelijk naar de hoogste klasse. Dus ik was mijn eerste wedstrijd was ik eerste. Daarna mocht ik gewoon meedraaien met de A-klasse, de topklasse. En daar ben ik ook de eerste geworden. Dus dat is eigenlijk ook een ticketje voor mij voor Europese kampioenschap. En dat trainen momenteel, dat gaat uren per dag kosten. Nou, dat maakt me echt niet uit. Dat doe ik het wel. Ik ben er klaar voor. Ik ben er bereid voor. Dan ga ik maar uren trainen. Dus ik doe alles om eerste te zijn. Je doet er alles voor, maar heel belangrijk is natuurlijk je voeding. Mijn voeding zeker. Mijn voeding is heel erg belangrijk. Dus je mag gewoon echt droog eten. Droog wil zeggen dat het niet droog is, maar zoutvrij, suikervrij en vetvrij. Dus namelijk, dan kan je beste massa kweken. Nou heb ik iets gelezen van eieren en brinta. Eieren en brinta, ja. Er zit heel veel eiwit in. En een brinta, dat is koolhydraten. Dat meng je gewoon met proteïneshake. Geen vet, geen zout, geen suiker. En daarmee kweek jij die spiermassa.
Klopt, ja. Daarmee kun je de spiermassa en plus ook nog trainen. Dus je moet ook eigenlijk wat zwaardere gewicht gaan trainen en wat minder herhaling. Dat je dan de spieren maak je eigenlijk een beetje kapot. En daar met eiwit vult het eigenlijk, en dan ga je dan herstellen en dan zo groeit je spieren. Ik ben 3 uur per dag bezig, van 7 dagen in de week. Dus het moet lukken volgend jaar in oktober op de Europese kampioenschappen. En dan hebben we in Almelo eindelijk weer eens een keer een Europese kampioen. Yes, dat moet zeker gaan lukken. Daar ga ik ook voor. Wat ontzettend leuk om dit aan een jonge generatie te laten zien. Ja, want het gewoon is een programma zonder afstandsbediening. Dat was er vroeger dus. En ja, de bedoeling is om er nog wat meer te krijgen, zodat je uiteindelijk een leuke poëziewandelroute door Almelo zou kunnen maken. En als je bij de VVV komt en ziet dat boekje liggen, Kunstroute. Dat heb ik bij de BIEB meegenomen, daar is de VVV afdeling. Dan staat er in die kunstroute staan de vorige 6, de eerste 6 muurgedichten staan hier ook al in opgenomen. Huisje zag van, dit is echt wel een prima plek voor een gedicht. Ik vond het vooral omdat het, ik zag daar die oude stadsmuur, dit vervallen, die dichtgetimmerde huizen. Een verwaarloosd stukje grond. Ik vond het een mooi decor voor iets poëtisch. En midden in de stad, zo'n vervallen plekje. Een verlaten straatje, een stukje Almelo waarvan ik dacht, waar niemand aandacht aan schenkt. Zo kwam het altijd op mij over. Als gewoon lid ligt het niet zo voor de hand om het zelf een tekst aan te brengen. Want meestal doet onze huisschilder Freddy dat, die heeft alle andere gedichten in de stad aangebracht. En met mijn nul ervaring vond ik het dan ook best wel heel stoer van de andere leden dat ze mij deze kans gunden om het, ja, dit te doen. Want het is op zich ook wel een gok. Maar het pleisteren van het gebouwtje, dat leidde ook tot grote ongerustheid bij de werkgroep. Want die zeiden, ja, maar we hebben de gedichten uitgezocht bij deze plek. Dus we hebben uiteindelijk gezegd, oké, we zorgen dat de boeien wat geschilderd worden, maar verder laten we het zoals het bedoeld is. En u zult zien bij de onthulling van de gedichten dat het werkelijk heel mooi gekozen is. En ik vind het een eer dat ik dat nu mag doen, de onthulling. We beginnen aan die kant. Ja. Dat was het plan, hè? Ja. Dat zit veel te vast. We hebben 3 keer geprobeerd. Had jij er even in, Clint? Een mes? Heeft iemand een mes bij? Een mes? Wat? U ziet wat er staat, een gedicht van Adriaan van Dis. Fijn voor Mirjam. Waar we nu mee gaan beginnen is het zorgen voor vrijwilligers. Dat hebben we vanavond ook gedaan. We hebben een informatieavond gehouden om te kijken of we mensen kunnen vinden die ons gaan helpen. En waar we mee bezig gaan is het zorgen voor teams. Hoe meer teams, hoe vroeger de teams er zijn, hoe meer geld er binnenkomt. Het is een 24-uurs estafette. Dat betekent dat er 24 uur achter elkaar moet worden gewandeld. Is dat niet bijzonder zwaar? Ja, en daarom doen we dat ook in een team. Een team bestaat uit 10 tot 15 personen, zodat je schema's kunt maken dat je niet continu natuurlijk hoeft te lopen. Je kunt net zo lang of kort lopen als je zelf wil. Wil je een uurtje lopen, kan dat. Wil je 3 uur lopen, kan dat. Dat ligt eigenlijk aan je eigen indeling. Is het de eerste keer dat er hier in Almelo zoiets wordt georganiseerd en is het in meer plaatsen georganiseerd? Ja, volgend jaar wordt het in 7 onomliggende plaatsen georganiseerd en het is inderdaad de eerste keer in Almelo. De bedoeling is dat de teams worden gevormd, dat de teams zich aanmelden. Ze betalen een prijs om daaraan mee te mogen doen. Maar tevens moeten ze zelf zorgen dat er geld binnenkomt om hen te sponsoren. Dat klopt. Als je lid wordt van een team betaal je 15 euro inschrijfgeld. En vervolgens ga je met je team aan de slag om zoveel mogelijk geld binnen te halen. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan het bakken van oliebollen richting het einde van het jaar. Daar kun je geld mee verdienen en dat komt dan weer ten goede van je team. En zo weer voor KWF Kankerbestrijding. Ik hoorde net dat een van de dames in Zwolle, waar het ook georganiseerd is, 500 cakes bakte. Ja, dat klinkt heel goed. Ik hoop dat geïnspireerd heeft hier. En dat een van de dames hier zegt, joh, maar dat kan ik beter.
hoor. We zijn nu bezig met het inrichting van die commissie. Commissie Amusement en Catering. En die gaat ervoor zorgen dat er optredens zijn van bandjes. Dat je clinics kunt hebben hier. Dat voor de kinderen wat is. Dat er een hardloopwedstrijd is. Nou, eigenlijk wat we met elkaar kunnen bedenken en wat we leuk vinden, dat kunnen we gaan organiseren. Ook het sportbedrijf Almelo heeft vanuit de gemeente toegezegd om daarbij te gaan meewerken. Kan je aangeven wat nu de eerste prioriteit heeft? Ja, het vinden van vrijwilligers en het vinden van teams. En dat betekent dus dat via dit omroepkanaal er een oproep gedaan wordt om te zorgen dat vrijwilligers zich gaan melden. Waar kunnen ze zich aanmelden? Nou, het is mooi dat u dat zegt, want ik zou eigenlijk wel een stapje verder willen gaan. Ik zou wel willen vragen of jullie zelf ook bereid zijn om een team te vormen en ons, met ons mee te lopen. Misschien ook wel vrijwilligers te leveren die we kunnen helpen met het organiseren. En het aanmelden, dat kan via Anouk Averes, die is hier vanavond aanwezig. Zij gaat binnenkort een nieuw e-mailadres via Facebook lanceren en daar kun je op aanschrijven. Als ook dat we net hebben gehoord dat je online kunt aanmelden. En waar moet men dan kijken? Dan moet je kijken bij Samenloop voor Hoop Almelo op Facebook. En alle informatie over die samenloop die op 10 en 11 juni wordt gehouden in 2017, is daar te vinden? Die is daar te vinden, als ook op Twitter, als ook op LinkedIn. Met andere woorden, mensen die kijken, mensen die luisteren, zorg dat je erbij bent. Ja, absoluut. Ik zou iedereen die luistert inderdaad willen oproepen, kom ons helpen. Of loop mee, of doe beide. Er is voor iedereen wel een plekje en er is altijd wel wat je zou kunnen doen als je wil helpen. Je bent van harte welkom. We blijven jullie het komende half jaar volgen. En we hopen nu alvast op mooi weer op 10 en 11 juni. Helemaal goed. En ik hoop jullie als team te mogen ontvangen. Ik ga ze aan jullie voorstellen. Ja, wij hebben sinds kort een samenwerking met het Orkest van Almelo. En dit was een van de eerste evenementen die we met elkaar samen georganiseerd hebben. Je volgt het ritme van je hart en gaat dan gewoon van start. Nou, eigenlijk wilden wij met het orkest een heel leuk project neerzetten voor alle basisschoolkinderen. Uit voornamelijk de wijken Witmolenbroek. Omdat het dichtbij het repetitiegebouw zit van het orkest. En daarvoor hadden we iemand uitgenodigd, een professioneel iemand, om het mysterie van het verdwenen geluid neer te zetten. Oké, nu gaan we het moeilijker maken. En dat gaan we doen. Stamp, klap, klap. Stamp, klap. Stamp, klap, klap. Stamp, klap. Wat is het? Er loopt iemand weer. Oh nee. Oh. Hé, waarom stop jij met spelen eigenlijk? Dat lukt niet meer. Dat lukt niet meer. Oh nee, echt? Doe nog eens een keer. We hadden een optreden met het grote orkest van Almelo. En toen speelden we een paar liedjes. En toen moest ik naar de. Toen ging ik een tijdje alsof mijn geluid weg was. Toen was mijn geluid dus weg. En dan kwam het uiteindelijk weer terug. En toen... Nou. Geef ons geluid terug! Ik pik er niet over. Die kinderen hebben al meer dan genoeg. De kunst van musiceren is voor iedereen te leren. Is voor iedereen te leren. Ik heb de voorstelling Het Mysterie van het Verdwenen Geluid uitgevoerd met het Orkest van Almelo. Dat is een voorstelling waarin kinderen kennis maken met muziekinstrumenten, met de muziek van het orkest. En het is eigenlijk een heel spannend verhaal waarin we ze meenemen, want het geluid wordt gestolen. Dus van een aantal muzikanten werd het geluid gestolen en de kinderen hebben gelukkig geholpen om het geluid weer terug te geven, terug te krijgen. Ja. Nu nog in het tijdelijk natuurhuis aan de Deldense straat, maar het ziet er naar uit dat het natuurhuis in het Hagenpark er toch gaat komen. En het IVN brengt de natuur- en milieueducatie met nieuw elan onder de aandacht.
Ik vind het heel erg belangrijk dat kinderen in contact komen met de natuur. Almelo heeft 10.000 kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12. En die moeten allemaal naar buiten toe. Dus wij zijn hard bezig om een campagne te voeren om de kinderen te bereiken. Nou, de campagne houdt in dat wij hele mooie kaarten hebben ontwikkeld. Dat zijn kaarten waar kinderen mee het schoolplein op kunnen of vanuit de klas naar buiten kunnen kijken. Maar het liefst natuurlijk echt naar buiten. En dan kunnen ze kijken welke vogels ze allemaal tegenkomen. Dus dat is één. En daarnaast hebben we een hele leuke Donald Duck. Donald Duck gaat over naar buiten. Nou, die kan je natuurlijk ook heel goed buiten lezen. Dan hebben we nog een flyer gemaakt. En in die flyer staat eigenlijk het programma voor januari, februari, maart. Wat je allemaal kan doen. Dan kan je namelijk met de scharrelkids naar buiten op zondag. En er is echt volop dingen te ontdekken buiten in de natuur. Scharrelkids is een programma wat al heel lang bestaat bij het IVN Almelo. Het is 1 keer per maand op zondag. En wij willen dat gewoon graag weer even onder de aandacht brengen. Wat wij te bieden hebben. Wij gaan ook naar scholen toe, want we vinden het belangrijk om al die kinderen te bereiken. Nou, nogmaals, we hebben 10.000 kinderen in Almelo, waarvan de kinderen vanaf 4 jaar natuurlijk naar school toe gaan. En alle kinderen krijgen een kaart. En dus ja, we gaan ook echt persoonlijk naar de scholen toe om contact te leggen en om te laten zien wat wij te bieden hebben aan de scholen vanuit het IVN. In maart 2017 gaan we ook weer starten met een cursus natuurouder. Dus we hopen dat heel veel ouders van scholen daar zich voor gaan aanmelden. En na die cursus kan je de school helpen om dus natuuractiviteiten te doen, te ontwikkelen op school. Zeg maar, wat moet ik me voorstellen bij natuuractiviteiten op school? Nou ja, er zijn ontzettend veel dingen mogelijk. Als je nu kijkt naar de periode waarin we zitten, dat is de winter, is het heel belangrijk bijvoorbeeld om de vogels te helpen. De stadsvogel of de schoolvogel noem ik ze ook wel. Dus het is heel leuk om met de kinderen al bijvoorbeeld vetbolletjes te maken. Dus dat is een hele goede activiteit die je in de klas kan doen. En dan is de bedoeling dat je het vogelvoer voor het raam ophangt. Dus aan een boom als die er staat of je maakt een voederpaal. En dan kunnen kinderen vanuit de klas kunnen gewoon zien welke vogels er langskomen. En dat is al bijvoorbeeld een hele makkelijke activiteit om kinderen in contact te brengen met de natuur. Ja.